Voor de VVD zitten we hier en dat is niet een kleine groei, dat is een behoorlijke groei. We gaan van 3 naar 5 zetels. De raad, het wordt een uitdaging, zeker. Leefbaar is aan zet. VVD, tweede partij van Rotterdam. Je probeert natuurlijk te formeren over rechts. En ik denk dat GroenLinks mee gaat doen in deze coalitie. Omdat ze toch wel een beetje gevoel hebben bij dat groene. En Leefbaar, ja, je kan het niet uitsluiten. Dus, Waarom denk je dat GroenLinks dat ziet zitten? Ja, GroenLinks is toch een beetje een partij die meebeweegt met wat in Nederland gebeurt. En daarom scoren ze. En ik heb Judith Bokkenhoven de afgelopen tijd een paar keer voorbij zien komen. Toch onder de indruk van Vincent. En ik denk dat ze gewoon mee gaat stemmen met Vincent. Ja. Nummer 5, hè? Je zit er weer gewoon in. Ja, ik ga gewoon weer door als de uitslagen zo zijn zoals ze nu zijn. Ja. En vond je het spannend? Omdat je dan toch op plek 5 staat? Nee. In alle oprechtheid is ons verhaal 5-6 zetels waard. Dus ik hoop eigenlijk ook nog op een restzetel. Omdat ik denk dat we vooral hebben gekozen voor een partij van doen. Geen identiteitspolitiek, maar vooral een politiek van waar zit Rotterdam op te wachten.